Tim van Gulik, aanvoerder van AZC, de sportploeg van het jaar. Waar past die prijs in het rijtje vol met prijzen van het afgelopen jaar? Nou, we hebben 3 prijzen gewonnen. Landskampioenschap, beker en supercup. En deze daarop volgend. Ik denk dat het een mooie 4e prijs is. Ja, die anderen die staan er nog net boven. Hoe heugelijk was 2018? 2018 was een geweldig jaar. We hebben 3 prijzen gewonnen en deze dan als 4e. Ook al is het in 2019 geweest. Tussendoor heel veel Champions League wedstrijden gehad met ook wel nederlagen. Dus we hebben ook wel echt de klappen van de zweep leren kennen. Vonden we niet erg, want we wisten dat van tevoren. We hadden heel graag een overwinning willen boeken in Europa. Dat is niet gelukt. Wat ik net op het podium al zei, ik denk dat dat wel zijn vrucht heeft afgeworpen om kampioen mee te worden. Maar die landelijke prijzen, was dat dan gewoon adel verplicht of zit er meer achter? Die prijs die we gewonnen hebben? Ja, nee, dat moet gewoon gewonnen worden. We deden alles voor die 3 prijzen. Niet voor alleen het kampioenschap, ook die beker en ook die supercup. Dus het was eigenlijk helemaal niet zo speciaal? Ja, het was wel speciaal, want AZC wint al jaren die prijzen niet. Dus het was zeker speciaal. En wat er zo speciaal aan was, dat we allemaal verschillende nationaliteiten bij elkaar hadden. Echt heel veel. En ik als aanvoerder, ook als Nederlandse jongen, werd ook gevraagd om daar echt een team van te smeden. En Nemanja heeft jongens vanuit het buitenland hier naartoe gehaald, samen met Ron. En, ja, en die jongens, hij kijkt eerst naar het karakter van de jongens. En toen pas naar wat voor soort type spelers het waren. En dat heeft denk ik wel heel goed geholpen om er echt een team van te maken. Jij bent na het seizoen gestopt. Wanneer wist je dat dan? Met andere woorden, wanneer werkte jij toe naar een ultiem afscheid? Nou, ik ben nu 2 weken geleden 35 geworden en in het waterpolen werkt een beetje hetzelfde als het voetbal. Op je 3, 4, 35ste is het al een beetje over. Je kan nog wel door, maar ja, dan ga je alleen maar minder spelen, naar mijn mening. Ik had last van mijn hand, daar ben ik pas aan geopereerd, dus dat had ook tegengezeten dit seizoen. Er had ook een operatie aan geweest waar ik weken eruit was geweest. En mooier afsluiten met prijzen, ja, mooier kan je denk ik niet hebben. Wat doe je nu? Wat ik nu doe is, mijn zoontje van 10 speelt op het hoogste niveau, ook waterpolo. Dus die geef ik 2 keer in de week training en die coach ik. Daarbij heb ik pas een nieuw huis gekocht, ben wezen klussen en dat is nu ook af. En rond de kerst begon het wel heel erg te kriebelen. En nou ben ik gevraagd voor een Eredivisie club in Rotterdam, SVA, om daar om te proberen in de Eredivisie te houden. Maar als coach? Als coach. Want het water ga je niet meer in? Het water ga ik nog wel in met vrienden. Meerdere clubs hebben gevraagd of ik daar nog wil gaan spelen. Maar wat ik net zei, ik denk dat je echt op je hoogtepunt moet stoppen. Of er moet misschien 1 klasse lager zijn om daar nou lekker mee te ballen. Maar mijn ambities liggen bij het coachen. Dus nu kijk jij vanaf de kant naar AZC, jouw oude club inmiddels. Verwacht jij dit jaar dat ze het weer voor elkaar gaan krijgen om de dubbel te winnen? De trippel? Nou ja, ik kijk inderdaad vanaf de kant. Ik heb nog heel veel contact met heel veel spelers. Want het zijn niet alleen mijn teamgenoten geweest, maar ook vrienden. Niet allemaal, maar een aantal. En dus ik zal ze zeker aanmoedigen. Volgende week bekerfinale ben ik bij. Om ze aan te moedigen. En ik zou alles voor Ron willen betekenen en Nemanja wat ze willen. Nemanja is nu ook weg. Maar ook die loopt er nog wat tussendoor. Ook al is hij op dit moment terug naar Servië. Hij was er vanavond. Zal hij toch op de achtergrond proberen wat te betekenen voor de club. Dat zegt heel veel over die man. En voor mij geldt eigenlijk hetzelfde. Wat vind jij daarvan dat Nemanja Stefanović geen verlengd verblijf heeft gekregen in Nederland. En dus niet meer hier werkzaam mag zijn? Ja, wat vind ik ervan? Kijk, het is een wereldman. Een man met een hart die echt alles ervoor doet en laat. En die je midden in de nacht op kan bellen. Zo'n type is het. Ja, en wat er voor visumsverhalen achter zitten, ja, daar heb ik weinig verstand van. Dat weet ik niet. De club waar ik nu zit, in SVA Rotterdam, daar zitten 2 Servische spelers. En morgen spelen wij een wedstrijd uit in Ede bij Polarbears. En de volgende dag vliegen ze naar Servië terug, 14 dagen, om net op tijd weer te zijn voor de volgende wedstrijd. Dus ook daar is hetzelfde verhaal. Dat vind ik ervan. Uiteindelijk is AZC en Tim van Gulik een groot succesverhaal geworden. Ja, Ron van der Wild heeft mij echt die kans gegeven. Daar ben ik hem echt serieus dankbaar voor. Dus niet om hem hier zomaar even te noemen, maar ja, die heeft mij om mijn 33ste gezegd van Tim, wil jij mij aanvoerder worden? Tjerre Kramer stopte, een hele grote, belangrijke speler met een grote naam. En hij zocht een nieuwe aanvoerder. En hij zag aan mij de ideale persoon als speler, maar ook als persoon binnen de groep. Om die uitdaging aan te gaan. En als je dan alle prijzen kan winnen die je kan winnen. Ja, geweldig.